Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe Het Woord Dat Niet Uitgesproken Mag Worden. Let's go. Oh shit, zou mij zien. Ik was 5 seconden niet aan het opletten, hè. Bitches! Bitches! Bitch! Ah, oh, kan je nog dood ook. Kut! Kut! Shit! Bitch! Hoe gaan we dit soort dingen je brood vernietigen? Bitch! Ja, die is ook dood. Nice. Hoezo zijn robotten fucking toegestaan op treinen? Dit zijn echt de meest blonde die ik ooit heb gezien. Fuck ja! Oké, dat is wat we krijgen voor een gun op te pakken in een trein. Laten we het opnieuw proberen. Kunnen we de koffie laten morsen? Nee, lol. Hallo robot. The way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenberg prison. I go down and distract the guard. Oh shit, ze hebben mij gezien, maar ze hebben geen wapens, what the fuck? Hoe grappig ziet dat eruit? Oh, hello there. En we zijn mee, nice. Oh, dat doet pijn, hè. Oh, oh my god. Ik schrok mij dood. Here I was, getting ready for the eternal nap. Oké, okay, hondje is tenminste dood. Als het nighttime we have more options. A daytime entry to the Chrysler Resistance headquarters is no easy feat. Not that anyone's ever tried one before. The skies are empty for now. Lucky for us. Well, I'd rather die in the fresh air than in that damn prison. Right, you be on the lookout now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. In possession. Jump. Police, Captain. This is close. He's on our side. Used to be a Nazi, but not anymore. Oké, mensen, dit was het einde van de aflevering. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. You.